Ja, we gaan beginnen. Goedemorgen. Ja, ik ben Marivonne Verkerken, voor wie het nog niet wist. En ik verwelkom jullie weer bij deze ochtendmeditatie. En ja, ik begrijp dat we toch geregeld met een vaste groep zijn. Dus ik vind dat eigenlijk gewoon zo knap dat we dat even delen. Ja, mocht je al een aantal ochtenden gewoon gedisciplineerd hier aanwezig zijn, dan mag je jezelf daarvoor een pluim geven. Want dat is helemaal niet eenvoudig. Onze dagen vragen soms iets anders dan we, ja, dan we verwachten. Ja, vandaag staat mildheid voor het lichaam als onderwerp voor deze meditatie ingepland. Ja, iets wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt, maar ik kan me voorstellen dat het voor een aantal van jullie ook zeker het geval is. Gisteren las ik op social media een mooie slogan, die wil ik even voorlezen. Een enkeling heeft zijn verstand verloren en de meeste van ons zijn al sinds lang hun lichaam kwijt. Van Ken Wilber. En ja, het is misschien een beetje hard gesteld, maar als je erover nadenkt, dan is dat eigenlijk ook wel een beetje het geval. We zijn vooral denkende wezens en we brengen een groot deel van onze dag eigenlijk in ons hoofd door. En het contact met ons lichaam, dat is er natuurlijk wel, maar we gebruiken het niet altijd constructief op een goede manier. Ons lichaam wordt vaak gezet als instrument, hè, om ergens te komen. Voor sommige mensen geldt dat we het gebruiken als een soort auto. He, alleen maar om van A naar B te komen. En voor de rest, ja, als we iets van ons lijf merken, dan is het vooral iets wat aandacht vraagt. Dus iets wat onprettig is of pijnlijk. Nou, ik hoef daar niet te veel over uit te wijden. Lijkt me wel duidelijk voor jullie allemaal. Maar het contact maken met je lichaam is natuurlijk sowieso altijd onderdeel van veel meditaties. Dat brengt je ten eerste heel erg in het hier en nu. Het kan je in contact brengen met grenzen die je ervaart. Een lichaam ligt eigenlijk nooit. Dus de signalen die je krijgt vragen er eigenlijk om serieus genomen te worden. Ze vragen om aandacht. En nou is die aandacht die wij hebben voor ons lichaam en de fysieke gewaarwordingen die er zijn, is niet altijd positief. Dus tenminste, als ik naar mezelf kijk, is het ook vaak oordelend van jeetje, wat een spanning. Of auw, dit doet pijn. Of hé, hey, dit vind ik nu onhandig vandaag. Hè, hoofdpijn, pijn in je nek of schouders. Nou, misschien onrust of gevoelens van moeheid. Eigenlijk hele menselijke dingen die we gewoon allemaal dagelijks ervaren. En nu kun je het echt trainen. En in het boeddhisme is dat natuurlijk al heel bekend. Hè? De metta, de ja, vriendelijkheid meditatie, de mildheid meditatie. Is eigenlijk ongelooflijk belangrijk. En dan beginnen we bij onszelf. Hè? En vervolgens kun je dat natuurlijk ook uitbreiden naar anderen of de wereld om je heen. Maar vandaag gaan we starten bij onszelf. En eens kijken hè, of we op een milde manier contact kunnen maken met ons lichaam. Voor zover mogelijk. En dat betekent ook weer dat je niet je best hoeft te doen. En dat je soms ook merkt dat je helemaal niet mild bent. Ja, als je wilt kun je de chatfunctie minimaliseren. En aan het eind van deze meditatie is er nog gelegenheid om even iets te delen, kort. Wens ik je een fijne meditatie. Maak het jezelf maar gemakkelijk, liggend of zittend. Installeer je maar eens heel bewust op je stoel of je kussen, de bank of de mat. Of
Voel ook maar de contactpunten van je lichaam. Met de ondergrond, bij de voeten, de benen, de billen. De rug recht als je zit. Armen losjes. Je hoeft nu alleen maar hier te zitten of te liggen en te zijn. En ik wil deze meditatie graag starten met een glimlach. Als dat oké voor je is. Dus kijk eens of je nu een glimlach kunt laten verschijnen. Misschien alleen een innerlijke glimlach. En ook al is het een nep glimlach, je kunt eens kijken wat dat met je doet. Een glimlach met een intentie. Om nu tijdens deze meditatie eens vriendelijk aan te schuiven bij jezelf. Precies zoals je dat ook bij een goede vriend of vriendin zou doen. Hou nog maar even vast die glimlach. Misschien voel je ook wel wat het je brengt. En vervolgens kun je, als je daaraan toe bent, de aandacht eens naar de adembeweging verplaatsen. En aan het begin van een meditatie kan het ook behulpzaam zijn om eens bewust diep in en uit te ademen. Doe het maar. En elke bewuste adembeweging brengt je hier, in dit moment. Bij het voelen van je lichaam. En ook bij het observeren van alle fysieke sensaties. Het kan best zijn dat je nu al een oordeel hebt over wat je ervaart in je lichaam. Merk het maar op. Ook oordelen kun je vriendelijk ontvangen. En vervolgens kun je zo de adembeweging zijn eigen ritme laten vinden. Laat hem maar gaan zoals hij gaat. Voel maar hoe de adem zijn plekje zoekt in jouw lichaam. Waar merk je iets van de adem?
En vervolgens kun je zo eens met mildheid observeren wat je eigenlijk merkt van je lichaam. En benoem het maar hoe het aanvoelt op dit moment. Er is rust, er is onrust, stijfheid of spierpijn. Kies maar je eigen woorden. En daarachteraan kun je benoemen voor jezelf dat het oké is. Wat je ook ervaart op dit moment. En je kunt ook eens inzoomen op je hoofd. Welke sensaties merk je daar? Het haar, het gezicht. Het voorhoofd, de ogen. Je kunt ook eens even blijven stilstaan bij die ogen. Achter onze ogen is vaak wat spanning voelbaar. Spanning die je dan ook vervolgens kunt opmerken in de rest van je lichaam. Hoe is het daar? Wat merk je op bij de ogen? De kaken, de mond. Het gebied van je nek en je keel. Aandacht kun je schijnen als een soort vriendelijk lichtje. Een zacht lichtje. En ook een nieuwsgierig lichtje. De schouders. Die veel last te dragen, laat ze maar hangen. De armen losjes. De handen. Ook een plek waar we soms wat spanning kunnen opmerken. Met milde aandacht verken je zo eens de beide handen. Links en rechts. Voel ze maar van binnenuit. Die levendigheid die je daar opmerkt. Je kunt dan vervolgens eens inzoomen op het borstgebied. Wat neem je daar waar? Het kan ook zijn dat je nu merkt dat de aandacht is weggeschoten. En dat is oké. Dan kun je het moment waarop je dat merkt gewoon weer gebruiken om terug te keren.
naar het borstgebied. Door naar het buikgebied. Daar wat ruimte en zachtheid toestaan. Opmerkzaam voor het zachte rijzen en dalen van de buik. En voel ook maar je rug, de wervels die daar lopen, de spanning die je misschien soms opmerkt. En dat waarnemen doe je vanuit een vriendelijkheid. Dus je hoeft nu even niks te veranderen aan wat je ervaart. En je hoeft er ook niet over te oordelen. En ook de benen. Wat merk je eigenlijk van je benen? En ook nu weer met een nieuwsgierige en milde aandacht. Observeren. We denken vaak dat we precies weten hoe ons lijf aanvoelt. Maar wat merk je nu echt? De voeten. En misschien kun je zo ook je lichaam eens voelen als één geheel. Hoe je hier zit of ligt en ademt. En laat maar zoveel als mogelijk. En zo goed als dat nu gaat, vriendelijkheid toestromen. En merk maar wat dat voor jou betekent, vriendelijkheid voor je lichaam. Wat heb je nodig? Misschien alleen een glimlach. Jezelf iets toefluisteren dat het oké is. Zachtheid in je spieren of iets anders. En soms is alleen maar een gevoel van warmte ook al prettig.
Je inbeelden dat de zon je lichaam verwarmt. Voor sommige mensen is het ondersteunend om te visualiseren dat er een kleur misschien wel zich verplaatst door je lichaam. En als het te veel gevraagd is, dan is soms alleen maar ademen. Naar die plek of dat gebied wat nu je aandacht vraagt, al behulpzaam. En wat heeft jouw lichaam op dit moment nodig? Misschien kun je zo eens een vriendelijke intentie zetten voor jouw lichaam. Of een wens laten toestromen. Wat zou je je lichaam nu gunnen of toewensen?
Misschien kun je jezelf vandaag nog eens hieraan herinneren. Ja, dank jullie wel voor het meedoen met deze ochtendmeditatie. Ik wijs altijd nog even op de mogelijkheid voor Dana. Als je wilt, kun je nog even iets delen via de chat. Vanavond is er trouwens een lezing met Erik van der Brink. Dat is onderwerp stel je voor, puntje, puntje. Heel benieuwd. Dank jullie wel. Mooie dag. Mailtijd is altijd toegankelijk, dus het is goed om dat te beseffen.
Ik zal nu de uitzending beëindigen. Je kunt eventueel de chat nog even. Je kunt nog iets delen via de chat. Dank jullie wel en een mooie dag.